Van harte welkom op dit kanaal. Leuk dat je komt kijken naar jouw maandreading. En voordat we de maandreading gaan leggen, ga ik je eerst even wat vertellen over deze volle maan in Stier op 28 oktober 2023. En recht daartegenover staat de zon in het teken Schorpioen. Dus dat gaat zeker wel wat met ons doen. En wil jij de uitleg over de volle maan overslaan? Dat kan. Er zit gewoon een timestampje in de beschrijving hieronder. Klik daar even op en dan ga je gewoon gelijk door naar de tarot reading. Dus ik leg eerst even kort wat uit en dan gaan we de kaarten hier eventjes verder op leggen. En dan start je daar gewoon met de kaartlegging. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat wel leuk vinden om eventjes astrologisch een klein beetje meegenomen te worden. Dus daar gaan we. En voor alle nieuwe kijkers ook van harte welkom. Mijn naam is Mireille van Rijn. Wil je meer weten? Alle informatie, tips, linkjes, whatever vind je in de beschrijving van deze video. En je kan je natuurlijk gratis abonneren op dit kanaal. YouTube is uiteraard gratis. En vergeet dan niet je notificatiebelletje ook even aan te zetten. Op 28 oktober, precies om 22 uur 24... schuift de maan eigenlijk door naar het teken Stier. En ja, dat is best wel een heel spektakel. Want ja, die maan, hè, die neemt plaats natuurlijk in dat luxueuze aardse teken Stier. Wat graag gesteld is op veiligheid, stabiliteit, helderheid, duidelijkheid. Stier houdt van comfort en gaat er niet graag uit. Dus dat sowieso eventjes over de Stier. Een Stier, de huisheer van Stier, is Venus. En Venus gaat over het goed hebben, liefde, harmonie, mooie dingen. We noemen dat ook wel astrologisch gezien de kleine geluksbrenger, de kleine geluksplaneet. En Jupiter noemen we dan de grote geluksbrenger. Dat is ook een reuzenplaneet. Als je eens even een kijkje zou nemen, dan zie je ook een enorm verschil tussen die kleine Jupiter en dan komt er ineens zo'n enorme reuzenplaneet aan. Dat gezegd hebbende, Jupiter loopt trouwens ook nog retrograde, maar daar ga ik het zo kort nog eventjes met jou over hebben. Ik heb uiteraard de horoscoop even uitgedraaid voor dat moment. En ik neem je even mee, dus ik ga eventjes de horoscoop in beeld brengen. En dan ga ik je eventjes een klein beetje laten zien wat hier allemaal aan de hand is en wat er allemaal gebeurt. Zoals ik al gezegd heb, op 28 oktober, precies om 22 uur 24, wacht ons dus dat hemelse spektakel. De maan, vol en stralend, neemt dus plaats in het luxueuze en standvastige sterrenbeeld Stier. Maar wacht even, er is nog meer. Er is een gedeeltelijke maansverduistering dat zich op deze avond ook gaat ontvouwen. Waardoor de maan tijdelijk in de schaduw van de aarde duikt. Dit fenomeen versterkt de reeds krachtige energie van de volle maan, wat dus ook leidt tot momenten van diepgaande reflectie en transformatie. Stier, die wordt geregeerd door de liefdevolle planeet Venus, roept ons eigenlijk op om de zintuigelijke genoegens van het leven te gaan waarderen. Of weer eens eventjes extra te gaan waarderen. Of het nu gaat om zo'n zachte deken, je favoriete muziek, een heerlijk gerecht waar je zo van houdt. He, want wat doet Stier? Stier is heel zintuigelijk ingesteld. Alle aardetekens zijn zintuigelijk ingesteld. En met name Stier. En zintuigelijk is het voelen, is het proeven, is het ruiken, is het ervaren. Aardetekens willen ervaren. Dus die energie ga jij dus ook ervaren. Tegelijkertijd daagt de zon, die nu eigenlijk schittert in het intense en mysterieuze teken Schorpioen, ons uit om dieper te graven. Want onder de oppervlakte liggen gevoelens, verlangens en geheimen die wachten om ontdekt te worden. Hoewel Stier en Schorpioen in heel veel opzichten tegenovergesteld zijn, hebben ze één ding gemeen: onwrikbare vastberadenheid. Ze zijn beide vaste tekens, wat betekent dat ze ergens hun zinnen op kunnen zetten en dat ze ook niet snel loslaten. Mijn ascendant is Schorpioen en ik geloof dat ik wel begrijp waar dit over gaat. Deze energie kan ons helpen bij het manifesteren van onze dromen en ambities. Maar er is natuurlijk meer aan de hand in het universum. Met zowel Mars als Mercurius, die hun energie in Schorpioen storten, kunnen we een beetje scherp uit de hoek komen. En vooral in onze communicatie. Dus
Ja, als tip geef ik je toch wel mee. Als je voelt dat de woorden scherp zijn, tel dan even tot 10 of hou even een paar keer adem voordat je reageert. Soms kun je beter niks zeggen als dat je dingen gaat zeggen waar je, ja, die je niet meer terug kunt draaien natuurlijk. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met Jupiter. Ik benoemde het net al, de planeet van geluk en overvloed. He, de grote geluksbrenger. Maar die loopt nu wel retrograde. En retrograde, dat betekent eigenlijk dat alle planeten sneller lopen dan de planeet Jupiter in dit geval. Het lijkt alsof Jupiter dan achteruit loopt, maar dat kan natuurlijk niet echt. Maar dat is gewoon het effect in het universum. Maar zoals een oud gezegde luidt, en zoals ik dat vaker natuurlijk ook wel benoemd, alles gebeurt met een reden. Het is een prachtige tijd om naar binnen te kijken, te reflecteren en je plannen te heroverwegen. Zo, dan gaan wij starten met de tarotkaarten. Eens kijken wat de tarot hier over te melden heeft. Wat mogen wij allemaal inzien? Of wat kan net eventjes die tip zijn? En waar mogen we rekening mee houden? Met deze volle maan in het teken stier. En alle schorpioenen natuurlijk ook alvast of alsnog van harte gefeliciteerd. We gaan kijken. We starten hier. Schildknaap van bekers. 3 van staven, 2 van zwaarden, geliefde, 5 van munten, krachtkaart, de duivel, maar dat is jouw eigen angst, gerechtigheid, 10 van staven en de ridder van zwaarden. Oké, nou dan pak ik direct eventjes madame Lenneman er ook bij. Kijken wat zij hierover te melden heeft. Ik ben heel erg benieuwd. En eventjes voor de goede orde, voor wie dat niet weet of het heel erg leuk zou vinden. Ik heb een online academy, daar kun je zowel de Lenneman als de tarotkaarten leren. Neem maar gewoon even een kijkje als je daar wat meer over wil weten. Van workshops vanaf €49 tot hele uitgebreide tarotmaster. Wil je meer weten? Kijk gewoon eventjes in de beschrijving van deze video. En dan neem ik jou weer mee als, ja, door die hele spirituele wereld van kaarten. Maar goed, we willen eventjes bij die maan blijven. Eens kijken hoor, wat ik hier allemaal zie liggen. Vosje, ijsbeer en de lelie. Oké. Nou, waar gaat het allemaal over? Want als ik hier eens even kijk, ja, enerzijds studeren. We hebben hier te maken met de schildknaap van bekers, 5 van staven. Maar ik zie hier direct de toren en het boek liggen. En ja, dat staat vaak wel voor een instituut, een school, een universiteit, een groot officieel gebouw. En het boek daarbij, ja, heeft echt wel met studie te maken, maar ook met financiën zie ik hier liggen. Het lijkt ook wel alsof je eens even in de financiën bent gaan verdiepen. Ik zie hier eigenlijk 2 aardekaarten liggen, 3 aardekaarten trouwens hoor. Die liggen vrijwel bij elkaar als ik zo eventjes naar dit verhaal kijk. Financiën, maar ook, ja, intensiteit en enorme behoefte aan intimiteit, genegenheid. De lovers liggen daar, de geliefden, maar ook het maken van keuzes. Maken van keuzes waardoor jij weer gaat stromen. Ja, dan hebben we hier natuurlijk wat ik net al aangaf. Dat boek samen met die toren, groei. Je eventjes misschien ook isoleren om eventjes voor jezelf te gaan kijken. Ja, hey, wat wil ik? Waar gaat het naartoe? Welke richting wil ik op? Want ja, die 5 van staven laat ook wel zien. Ik laat ze eventjes allebei zien. Die laat ook wel zien dat je nog eventjes aan het stoeien bent. En je ziet daar die toren. En hier zie je inderdaad dat boek met die bekers. Ridder van, of, ja, schildknaap van bekers. Dus dat is wel een dingetje, want je krijgt ook van alles door. En dat komt ook door dat mystieke tekenschorpioen. Met een volle maan sta je vaak ook veel meer open voor al die ingevingen. En dat is niet raar of gek. Ik heb bijvoorbeeld gewoon enorm getraind, maar iedereen heeft dit. Het is gewoon een kwestie van, ja, maar hoe werkt dat dan? En als je dat leert kennen in jezelf, ja, is het eigenlijk alleen maar hartstikke leuk. Nou, het schildknaap van bekers, vergeving. En dat kan ook echt wel sprake zijn van herstel van relaties, werkrelaties.
persoonlijke relaties. Geldzaken mag je echt even onderzoeken, want ja, op het inzicht munten 5 stond ergens ook wel een angst voor tekort. Angst om alleen te komen staan, maar ook een angst voor financieel tekort. Daar ben je bang voor. En ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken. Er is een bepaalde kans naar je toe gekomen of komt er naar je toe. Zwaarde 2, je weet het eventjes niet. De ster ligt erbij, dus er komt iets naar je toe. De ster ligt erbij. En sterren gaan over kansen die op je pad komen. Het universum geeft je zeg maar een cadeautje of een mogelijkheid. En dan ben je eigenlijk geblinddoekt. Hè? En dan weet je even niet van ja, wat moet ik nou? En welke keuze moet ik maken? Dus maar één advies bij het trekken van deze kaart. Trek die blinddoek af en durf te voelen. Durf op je intuïtie te vertrouwen. Dan word je eigenlijk daartoe uitgenodigd. Ja, en die stier, hè, die maan in stier, laat het eigenlijk ook wel zien. Geld is ook belangrijk. En natuurlijk zeker in deze tijd. We hebben het allemaal nodig om het een beetje prettig te hebben. En om alles te kunnen betalen. En ja, stierenergie wil nu eenmaal die zekerheid. Wat ik ook een beetje oppak, is dat er waarschijnlijk ook vanuit de overheid nog dingen naar ons toe komen. Ja, waar we ons wel eens in mogen verdiepen. Verkiezingen komen er natuurlijk ook aan, hè, volgende maand. Dus ja, daar zitten we dan tegenaan te hikken. En daar staat die toren eigenlijk ook wel voor. En dat gesteggel, omdat we natuurlijk ja, iets heel nieuws gaan vormen. Dus ik ben natuurlijk ook heel benieuwd hoe dat verder zich gaat ontwikkelen. Ja, je mag toch echt wel veel meer vertrouwen hebben. Hè? Dat laat de hond ook zien met die munten 5 hier. Ik ga hem nog eventjes erbij halen. Hier heb je die angst voor tekort, voor in de kou te staan, voor te weinig financiën, bang dat je alleen bent, maar je hoeft alleen maar de deur open te doen. De hond gaat om vertrouwen, nieuw vertrouwen, vertrouwen hebben in jezelf. En ja, wat ik daar wel zie gebeuren, en daar ben ik wel heel blij om, de sleutel met de kaart van kracht. En ja, waar gaat het dan naartoe? Dat is die kaart van kracht, leeuwenenergie. En kracht laat ons eigenlijk zien, hè, vertrouwen hebben op jouw eigen goddelijke bron. Die eenheid voelen vanuit die scheppingskracht die ook jij hebt. En dat mag je meester gaan worden. En dan gaan we ook meester worden. We gaan ons bevrijden van een heel aantal zaken. En ik zie de sleutel natuurlijk hier. Maar ik zie daar met mijn schuin ook nog even dat boek liggen. Nou, wat wel grappig is, is dat er op de een of andere manier nog meer informatie naar buiten gaat komen. Waar wij natuurlijk ook wel even raar van staan te kijken. En wat wel heel belangrijk is, laat je niet misleiden. Zowel het vorstje als de duivel. En het is een energie. De duivel staat natuurlijk niet letterlijk ergens achter je. De duivel heeft met Saturnus energie te maken. De innerlijke criticus. De kritisch zijn op jezelf. De kritisch zijn op anderen. Niet heel veel vertrouwen hebben in wat komen gaat. Hè? Geen vertrouwen hebben in de toekomst. Zo kijken we er wel een beetje naar. Dus ja, snap ik ook wel. Zeker omdat ik ook die politiek ineens hier zo zie liggen. Maar ook die hele energie. Er komen allerlei dingetjes omhoog. Vanuit het collectief. En ja, wat mag je er nog meer mee nemen met de kaart van de duivel? Dat iets, ja, een soort bezit van je gaat nemen. Maar kijk, stier is vastberaden. En die schorpioen, die zonneschorpioen, is heel diepgaand. En die laat niet los. Dat doen schorpioenen voordat ze de ondersteen boven hebben. Die kunnen heel, weet je, die rancuneuze kant hebben. Het moet en het zal. En willen weten, hè, hoe het nu in elkaar steekt. Dus kijk wel een beetje uit dat je niet te hard werkt. En dat je ook los kunt laten, vrij kunt laten. En laat je vooral niet leiden door angst. En angst is nog nooit een goede raadgever geweest. Angst is meer natuurlijk bedoeld om ergens voor gewaarschuwd te worden. Hè? Dan van, hé, dat moet je niet doen. Of voor gevaarlijke dingen. Maar je moet je niet volledig laten leiden door angst. En dat heeft wel een bepaalde impact. Ik pak daar natuurlijk zo ook nog wel even wat extra verdieping bij. Gerechtigheid. Ja, dat is natuurlijk van invloed. En dat is een mooie balans. Een hele nieuwe balans en weer helemaal, net als die krachtkaart, in jouw kracht gaan komen. Want de ijsbeer heeft ook met kracht te maken.
Jeetje, Mina, maar pas wel op voor mensen die op een bepaalde manier willen manipuleren, want dat ligt hier ook wel een beetje. Hè, als ik dan kijk naar de duivel, het vosje, de ijsbeer, nou, dan mag je wel heel erg opletten. Mogen we wel heel erg opletten. Ja, en nog even terugkomen, 10 van staven ligt hier eigenlijk op de positie waar ben je een beetje bang voor, vermoeidheid. Het is ook een verkapte waarschuwing, maar je zit in de overgang naar een heel nieuw verhaal. Hè, we zitten in de overgang naar een hele nieuwe structuur, een hele nieuwe cyclus. Het is allemaal veel geweest, er is veel spanning geweest, veel stress geweest. Daar komt verandering in. En ja, Ridder van Zwaarden samen met de Lady vind ik wel een prachtige combinatie. Want dit staat ook wel voor bijvoorbeeld de premier of een gerechthebbend iemand, hè? Een gezaghebbend iemand, een leider. Maar ik heb eerder het idee dat jij veel meer op je strepen gaat staan en dat jij heel duidelijk gaat zijn. Let wel weer op dat je te rap van tong kan zijn. Ben je al makkelijk dat je dingen eruit flapt? Neem dat wel even met je mee. Dat is wel heel erg belangrijk. Maar laten we eens gaan kijken wat ik hier verder aan verdieping uit kan halen. Want waar steggelen wij over? Dat wil ik wel eens eventjes weten. Waar gaat dit over? De toren samen met staven 5. Ik ben heel erg benieuwd. Eens kijken. Oké. We hebben hier te maken met een staaf 4. Dus het vertrouwde achter je durven laten. Dat vinden we lastig. Nou, stier houdt er ook niet van. Dat klopt. En die balans, hè, geven en nemen mag veel meer in balans. Dus dat is eventjes waar we mee aan het steggelen zijn. Waar we een beetje innerlijk mee aan het stoeien zijn. Oké. Schildknaap van bekers. Ja, dat heeft toch wel met herstel te maken. De geliefde, de aantrekking ligt hier ook. Ja, en ik ga niet te diep hierin. Omdat ik ook nog een video over de liefde zelf ga maken. Dus daar zal het ook nog wel in naar voren gaan komen. Oude boeken sluiten. Een nieuw begin. En daar wil je vertrouwen in hebben. Maar je bent ook bang om in de steek gelaten te worden. Of er is een bepaalde angst in de hechting of in de binding. Maar laten we eens even kijken wat die schildknaap. Kijk, je hebt ook een beetje met wel eens niet eens terug naar het verleden kijken. Dus nog even terug naar het verleden willen, weer vooruit willen. Even alles naar boven halen. Maar je gaat wel, we gaan wel de situatie achter ons laten. Ik zeg je, we. Dat is natuurlijk een algemene reading met die volle maan. Ja, en de liefde ligt hier ook. Maar de geliefde is natuurlijk niet alleen maar een kaart van alleen maar hartjes en romantieke. Geliefde is ook een kaart van keuzes durven maken. En waardoor je weer gaat stromen. Dat betekent ook dat je situaties achter je gaat laten. En dat laat dat boek hier natuurlijk ook wel zien, hè? Oude boeken sluiten. Oké. Die angst wil ik ook nog eens eventjes verder doorlichten. En natuurlijk ook de duivel. Dus laten we eens even kijken met de angst bovenin. Munten 5. Kijk eens even de intuïtie. Ja, ik ben altijd heel blij met dit deck. Tarot van de herstelde orde. Zitten twee extra kaarten in. Waaronder de intuïtie. En het is nog mooier, want de intuïtie en de waarheid zijn die twee extra tarotkaarten. En die zijn gekoppeld aan Jupiter. Heel vroeger waren de planeten goden en godinnen. En dat is de godin Jupiter. Intuïtie, zo boven, zo beneden. Dus je mag veel meer gaan vertrouwen op je intuïtie, zo boven, zo beneden. Daarmee bedoelen ze wat van boven binnenkomt. Luister met je hart, je weet dat het klopt. Hond laat ook zien, heb vertrouwen. Ga dus letterlijk ook naar binnen bij jezelf. Ja, en dan vind je het nog lastig om te kiezen. En toch ga je wel keuzes maken, want dat is wat ik doorkrijg. Maar ook weer de koning van zwaarden. En hier heb ik eenzelfde soort energie met die lelie, schoppenkoning. Ja, in alle rechtvaardigheid naar dingen kijken, maar ook heel duidelijk op je doel afgaan. En hier hebben we natuurlijk ook wel weer de gerechtigheid. Ik wil kijken op de duivel en het vosje. Dus laten we daar eens even op kijken wat die duivel en dat vosje daar doen. Van ja, hoe kijk jij hier nu naar? Ja, ergens ook een beetje met een bepaalde sluwheid misschien. Of we hebben allemaal natuurlijk zowel donker als lichtkanten in ons. Hè? Schaduwzijde en lichtzijde. Dus ik heb daar niet mijn oordeel op of zo. Eens kijken. Oh. Iets of iemand probeert ergens mee weg te komen. En weer die twee. Zwaarde 2 en de geliefde. Ja, we moeten wel even opletten.
Want dit is best wel heftig. Ik ga je even het hele verhaal laten zien. Kijk, dit is wat ik trek. De duivel, het vorstje. En dan trek ik deze extra kaarten erbij. Dat is best wel pittig. Want angst, hoe kijk jij naar angst? Niet weten hoe zit het. Hier trok natuurlijk ook al beker 7. Moeilijk vinden om keuzes te maken. Maar dat heeft echt met iets willen, niet willen zien te maken. Dus het is heel belangrijk dat je naar dingen durft te gaan kijken. Er komt ook van alles omhoog, hè, met deze volle maan-energie. Dus ook jouw schaduwkanten, onze schaduwkanten. Ons verdriet, maar ook dingen die aan het licht mogen komen. Want er gaan dingen aan het licht komen. En zo kijk je er ook wel naar. En ineens ga je het anders bekijken. En kom ik weer hier met die geliefde zoals we die hier ook hebben. Ja, je mag daar echt naar kijken en je eigenlijk ook letterlijk verbinden met het goddelijke, zoals de leeuw, hè, de krachtkaart hier aangeeft. Maar ook met de aartsengel Gabriël, zoals we dat zo noemen, maar dat is eigenlijk met je geweten. Je weet het allemaal wel. En als de duivel daar ook nog ligt, je ziet hier eigenlijk het Hof van Eden. Adam en Eva, neem je een hap uit die appel? Of heb je een hap uit die appel genomen? Dat kan natuurlijk ook. Tegen beter weten in. En soms moet je toch ergens van proeven. Anders kan je niet verder of blijf jou dat dwars zitten. Ja, en als ik dan zo hier naar kijk, denk ik, ja, verbind je nou maar gewoon met je geweten, met je intuïtie. En dan weet je echt wel, ja, wat je te doen staat. Ik wil nog even verder kijken op wat van invloed is. En ik pak daar eens eventjes de Madame Lenneman bij. Eens kijken. Nou, je klaveren, komen eruit. Dus je wil je geluk pakken en iets waar je echt wel in mag vertrouwen. Het kruis en de klaveren pak ik zowel bij de ijsbeer. Dat pak ik ook eventjes zo. Dus we hebben de ijsbeer, het kruis en de klaveren. De ijsbeer heeft met twee gezichten te maken. Aan de ene kant, hè, iemand die een situatie kan verzieken. Dus iemand kan daar invloed op hebben. Ja, dat speelt hierdoor het hele verhaal al een rol. Dus daar ga je ook wel mee afrekenen. Die laat je ook er niet mee wegkomen. Dus dat is ook een tweede. Het kruis laat ook heel duidelijk zien, ja, iets komt tot een einde. Dat verhaal is ook gewoon nu klaar. Ook karmisch gezien. Nogmaals, karmisch ga ik straks in een andere video verder naar kijken. Maar je gaat je geluk pakken. En daar mag je ook echt dat vertrouwen in hebben. Dus dat ligt er heel mooi bij. En laten we eens eventjes wat orakelkaart hier ook bij gaan halen. Ik wil eerst eens even wat inzichtkaarten pakken. Dit zijn ontmoet jezelf inzichtkaarten. Ze zijn echt superleuk. Ik had zo een poosje staan. En ineens moest ik eens even goed kijken. Dacht ik, hier ga ik eens meewerken. Zolang je wilt bepalen hoe het leven moet uitzien, zal het uitzien zoals jij bepaalt. En die heb ik toevallig ook getrokken in een van de maandleggingen voor alle sterrenbeelden van november 2023. Die staan ook weer op dit kanaal. Ik heb heel eventjes tijdelijk geen maandleggingen gedaan vanwege het bouwen van mijn academy. En ik ben eens weekleggingen gaan doen. En ik wilde toch gewoon wel aanwezig blijven voor jullie. Dus ik heb ook heel bewust weekenergie gemaakt. Ik wilde ook eens even kijken van ja, hoe werkt dat nou? Dat brengt mij ook weer op andere ideeën natuurlijk. Ja, en ik moest natuurlijk wel ergens de tijd vandaan halen om die hele academy te gaan bouwen. Dus, maar november 2023 staat weer voor jou klaar. Dus neem gewoon even een kijkje bij alle video's. En mocht je het trouwens leuk vinden hier, kun je het ook altijd gratis abonneren. Hè? Dat kost niks. Het is helemaal gratis. Je kan je notificatiebelletje aanzetten. En ja, nogmaals, alle info staat in de beschrijving van deze video. Ook voor een persoonlijke consult met mij, telefonisch consult. Ik heb ook nog een spiritueel platform, puurmedium.nl. Neem daar ook zeker eens een kijkje, want daar staat ontzettend veel informatie. Spirituele informatie over astrologie, over tarot, Lenneman. De Lenneman-kaart staat er uitgelegd. Maar ook van A tot Z over de soulmates, tweelingzielen, karmische verbindingen. Maar gooi het in het zoekvenstertje en het komt naar voren. En al die informatie is gewoon gratis. De consulten uiteraard niet, maar de informatie wel. En ja, ik vind het toch wel leuk als jij daar ook gebruik van kan maken. Tijd om te gaan. En die had ik eigenlijk hier opgetrokken. Bij gerechtigheid, dat kruis en de ijsbeer. Ja, 45-9. Voltooiing, het is ook tijd om verder te gaan. Dus dat laat deze orakelkaart zien.
En ik wil eens even kijken bij, ja, wat is hier nu aan de hand? Die geliefde. En het lijkt wel of iets of iemand uit het verleden loopt te voren. En daarom ben je ook bang. Je vertrouwen is op een bepaalde manier geschaad. Nou, kan je niet heel je leven erdoor laten beïnvloeden. Maar ga wel eens even kijken waar jij nog iets te helen hebt natuurlijk. De geliefde, vrede, oké. Is 23, is 5. En dan kom ik toch ook weer op die staven 5 uit. Dus maar iets is... We zien die prachtige duif. En ik hoop letterlijk dat we wereldvrede krijgen. En ik denk iedereen met ons. Maar ja... Het is nog aan het broeden. En de liefde broedt, maar ook de stroming bloedt. Zelfliefde bloedt, zeg ik, broedt. De zelfliefde is ook nog een beetje in de maak. En laten we eens even kijken wat het universum te vertellen heeft. Hele leuke kaarten ook. Het universum is met je. Dus, of staat achter je. Zo heette die kaart. Ik moet even spieken hoor. Oké, het universum. Daar komt hij. Wat mogen we hier zien? Ik kies ervoor om te leren door liefde. Nou, dat vind ik een hele mooie. En ja, we zaten al bij de liefde. En wat zegt het universum nog meer? Mijn energie creëert mijn realiteit. Waar ik me op focus zal plaatsvinden. En so it is. Intuïtie, waarheid. We zien daar natuurlijk ook die hond liggen. Waar jij je op focust. Dus focus je vanuit vertrouwen op datgene wat jij... graag zou willen, waar jij naartoe wil. En ik wil ook eens even kijken met de fluisteringen van de liefde. Die hebben ook zulke prachtige boodschappen. We gaan eens even mee kijken wat ik jou hierover mag brengen. Eens kijken uit je liefde. Liefde geven is liefde ontvangen. En zo is het. En we hadden natuurlijk ook al vanuit de tarot hier de balanskaart gepakt. Kijk eens eventjes. Dus geven, neem in balans. En hier hebben we nog een keer de boodschap uit je liefde. En liefde geven is liefde ontvangen. En dat hoeft heus niet allemaal in de sfeer van verliefd zijn. Liefde is natuurlijk ook een energie. Je hebt liefde en angst. En angst, dat is de raadgever waar je niet altijd naar moet luisteren. Of beter van niet. Neem dat gewoon even met je mee. En... in een andere video ga ik ook echt eventjes met de liefdesorakelkaarten en dergelijke werken. Maar ook hierin wil ik wel het thema liefde even meenemen tot een bepaalde hoogte. Maar ik wil ook eens eventjes het Gaia-orakel raadplegen. Want wat mogen we hier nu allemaal weer eens kijken. Vrede. Ik moet mijn bril opzetten. Wat een kleine letters, jongens. Oké, dan gaan we kunstmatige intelligentie even op. Stop ongewone en storende gedachten. Alsjeblieft. Dat is deze. Dus dat is belangrijk. Stop ongewenste en storende gedachten. Weer vrede. Hè? En daar ook. En ja, wat het gewoon is natuurlijk. Als ik hier even op invoel en naar kijk. Laat je niet gek maken door alles wat om ons heen gebeurt. En heb in ieder geval vrede in jezelf. Dat is wel heel erg belangrijk. Maar laat je niet te veel afleiden. Dat betekent niet dat je blind moet zijn, hè, voor wat hier allemaal gaande is. Maar laat het je niet aansturen. Laat het geen leiding over je nemen. Van ja, de wereld is verrold. En allemaal dit is slecht, dat is slecht. Vanuit het complotdenken allemaal. Natuurlijk mag je in waarheid naar dingen kijken. Dwars door dingen heen kijken. Maar blijf uit die groepjes of uit... angst of laat je niet meeslepen. Want dat kan je nekken. Dat is wat ik er nog eventjes mag aangeven hierover. Oké, ik heb er nog één. Amethyst. Transformatie, zekerheid en vertrouwen. Nou, daar gaan we zeker doorheen. En het mooie is, je ziet hier ook onderaan de maan, bovenaan de zon. Ja, onwijs mooi. Dus we hebben natuurlijk een volle maan. En amethyst is natuurlijk ook een hele belangrijke edelsteen die heel veel kan doen. Opent de geest. Het is een steen die ondersteunt bij afhankelijkheid, emotionele afhankelijkheid, verslavingen. Het opent je spiritueel.
Dus ja, misschien kan je daar wel wat mee. Of heb je er toevallig een liggen? Nou, zet ook je edelstenen even allemaal buiten als je de mogelijkheid hebt. In de nacht van de volle maan. Je laat daarmee je stenen op. Je reinigt al je edelstenen. Check wel eventjes of je edelsteen er buiten mag. Want een steen zoals seleniet of woestijnroos kun je niet buiten zetten. Dus check even of je die... Want die mogen niet nat worden. Dus check even of jouw edelstenen daar geschikt voor zijn. Zet ze lekker buiten. Ze frissen helemaal op en ze laden zich helemaal op met die nieuwe maan of die volle maanenergie. Ja, en als je ze dan de volgende dag binnen zet, dan voel je ook echt zo'n andere vibe in je huis. Dus dat wil ik jou zeker nog meegeven. Dit was hem voor de volle maan algemeen. En wil jij nou nog iets over de liefde weten? Karmische verbindingen, kosmische verbindingen, soulmates, zielsverwanten. Misschien zit je in die toxisch, daar kom je op een gegeven moment natuurlijk zelf wel voor achter. Maar wil je daar iets meer, wil je daar meer over weten? En de impact, daar ga ik, ook nog een video over maken. Dus dan zie ik je graag daar. Verder ja, wil ik je alleen maar heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet om even je duim omhoog te doen. Laat me hieronder even weten hoe je de video hebt ervaren. Wil je meer weten of heb je behoefte aan een persoonlijke consult? www.mirajeweetmeer, alle info hieronder. Wil je kaarten leren duiden? De Madame Lenneman kaart, voorspel waarzegkaarten of de tarot? Het lijkt moeilijk, het is het niet als je eenmaal de logica begrijpt. Dus kijk gewoon eens even wat ik jou allemaal te bieden heb op de Online Academy. Dat kun je allemaal zelfstandig leren. Uiteraard aan alle modules en of aan alle trainingen zit een Facebookgroep gekoppeld. En die Facebookgroep is bedoeld om maandelijks een Q&A te doen met jou als leerling. Maar ook dat jij met medestudenten contact kan leggen, kaartleggingen uit kunt wisselen, etcetera, etcetera. Nou, dat was even de reclameboodschap. Nogmaals, dankjewel. Oh ja, en als je nieuw bent, je kan je gratis abonneren, hè? Dus vergeet dan niet dat notificatiebelletje. Geniet van deze volle maanenergie, van de maansverduistering. Ga het vooral voelen en beleven en laat alles er zijn. En ik zou zeggen tot de volgende of misschien strakjes in de liefdesvideo. Doei doei! Herken je de frustratie van het onthouden van de betekenis van iedere tarotkaart? Maak je geen zorgen. Tarot spreekt tot ons op een diep, intuïtief niveau door zijn symboliek. In mijn training focus ik op de onderlinge samenhang van de kaarten en hun symbolen, waardoor je de betekenissen intuïtief gaat begrijpen. Ben je klaar om een leven te leiden in samenwerking met jouw intuïtie, met tarot als je gids, om echt te begrijpen wat tarot jou te vertellen heeft? Sluit je dan aan bij mijn Online Academy bij Tarot Master. Maak je keuze hieronder om vandaag nog te beginnen met het onthullen van de mysteries van de tarot. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik zie je naar uit om je te verwelkomen in deze magische reis. Tot snel!